BHS United. De laatste keer dat ik de trainer van de club sprak, Christophe van Francaar van de A-ploeg alvast. Ja, kende die een mindere start van het seizoen? Het was toen net na de wedstrijd tegen Sparta Haagd. En ja, Christophe was toen teleurgesteld. Ondertussen staat die wedstrijd tegen Sparta Haagd terug voor de deur. Dus ik dacht, hoog tijd om nog eens langs te gaan bij de mannen van BHS. Christophe, op die wedstrijd kom ik zo meteen terug. Maar ja, hoe is het met jou gesteld ondertussen? Met mij gaat alles goed, dankjewel. We hebben bij BHS eigenlijk onze doelstelling al min of meer gehaald. De bedoeling was een eindrondeticket. Dit hebben wij vorige week zondag behaald. Met een 4-1 overwinning thuis tegen Betekom. En ja, goed, ik denk wat met evenwicht gevonden binnen de ploeg. Wat in het begin van het seizoen wel een beetje zoeken was. Met heel wat nieuwe spelers, een volledige nieuwe staf. En ja, het evenwicht zoeken is niet altijd gemakkelijk. Maar we hebben het nu eigenlijk niet gevonden. En ja, oké, de ploeg draait. En volgens mij waren we 13 of 14 wedstrijden ongeslagen. Dus ja, het draait. En wat was dan eigenlijk de juiste manier om de mayonaise te laten pakken? Ja, wel, dat is een heel goede vraag. Je hebt een heel deel spelers, je kent die niet, je probeert, de voorbereiding dient daarvoor. Maar natuurlijk, als je 6, 27 spelers hebt, probeer je iedereen een aantal minuten te geven. En op een zeker moment waren Stijn Janssens, de T2 en mezelf het zo beu, dat we eigenlijk korte metten gemaakt hebben. En gewoon eigenlijk niet meer gekeken hebben naar namen, niet meer hebben gekeken naar hoe of wat, maar echt een evenwicht gezocht, zeker op het middenveld. Iets meer werkkracht, loopvermogen. Andere jongens een kans gegeven en die jongens hebben gewoon hun kans gegrepen en eigenlijk, ja, voilà, het resultaat waar we nu staan. Wat betekent dat dan voor de kern? Want ik kan mij inbeelden dat dat soms wel wrevel met zich meebrengt. Dat heeft inderdaad, op een zeker moment was er wel wrevel. Er zijn ook twee spelers gestopt die niet meer geselecteerd waren, die eigenlijk bij P4 moesten meespelen en die het geweigerd hebben. Ja, jonge gasten de kans gegeven. En die jongens hebben heel goed hun kans gegrepen. En natuurlijk, voetbal is heel eenvoudig. Wie goed draait, wie mee in het verhaal stapt, ja, die je speelt. En het is niet omdat je een verkeerde pas geeft of een keer een mindere wedstrijd speelt, dat je uit de ploeg valt. Maar het evenwicht hebben we nu gevonden met de werkkracht, de werklust. Drive, goesting, mentaliteit is nu wel aanwezig. En dat was in het begin van het seizoen minder het geval. Hebben jullie dan ook gekozen voor een ander spelsysteem of opteren jullie nog altijd op dezelfde basis? We hebben eigenlijk twee spelsystemen. De groep kent dat. We beginnen altijd op hetzelfde systeem. Iedereen kent ons systeem. Lukt dat niet, komen wij achter. Dat al meerdere keren gebeurd is, dat we 2-0, 3-0 achter stonden. En dan gaan we wel een ander systeem spelen. Waardoor we eigenlijk dan wel zeer dominant beginnen te voetballen, maar wel heel veel risico nemen van achter. En zo zijn we ook al van een 0-2 achterstand naar 3-2 en een keer 0-3 achter naar 3-3 gekomen. Dus dat we eigenlijk wel twee systemen hebben dat we kunnen spelen. De groep kent dat, wij weten wat we moeten doen. En de moment dat wij die wissels doen, dan weet de groep onmiddellijk wat er moet gebeuren. Ja, en jullie hebben dan nu een felbegeerd eindrondeticket te pakken. Dus ik veronderstel dat er een serieuze druk wegvalt richting die laatste wedstrijden van het seizoen. Dus dat kan in het voordeel van BHS spelen. Klopt volledig. Doelstelling 1 was eigenlijk binnen de club eindrondeticket. Dit hebben we gehaald. Geweldige groep. We hebben daarvoor gevochten. Laten we eerlijk zijn, op een zeker moment stonden wij 7 goals voor versus Haag-Tildonk, want we hadden evenveel punten. En op een zeker moment horen wij dat het Haag-Tildonk 0-7 voor staat op Baal. Dat was een beetje paniek hier nog. We hebben wel een 4-1 gewonnen, maar ja, we hebben het onze eerste doelstelling gehaald. En die laatste 10 wedstrijden, ik zeg niet dat we gaan experimenteren. Dat hoort je me niet zeggen, maar we gaan wel andere jongens een keer de kans geven. Ook richting volgend seizoen, om te zien hoe en wat. Zeker de jongeren. Dus het zal een keer best kunnen zijn dat we met een heel ander elftal gaan starten. Dat kan. Ja, ja, en jullie hebben een pittige reeks. Allee, ik vind dat zelf een zeer mooie reeks om te volgen, want er zijn verschillende ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Ja, welke ploegen hebben er tot dusver het meeste indruk op u gemaakt? Maar ik blijf erbij dat Meerbeek, vind ik nog altijd een geweldige ploeg. Haag-Tildonk is volgens mij de ploeg dat ook eigenlijk kampioen zal of kan spelen. De verrassing is Morsel. Nog altijd chapeau dat die jongens daar staan. En dan zijn er andere ploegen zoals Keerbergen. Nog altijd, die spelen nog altijd mee.
En ja, elke wedstrijd in deze reeks heeft wel iets. De eerste kan van de laatste winnen, of omgekeerd, of de laatste kan van de eerste winnen. Dus een heel vreemde reeks, een moeilijke reeks. Maar het voordeel in dit geval is wel dat ik al meerdere jaren in de reeks zit en dat ik wel weet wie en wat. En dat helpt wel. Ja, voor mij persoonlijk springt de prestatie van Loes Noeker dan eigenlijk uit als je ziet dat hij vorig jaar tegen de degradatie moeten vechten hebben tot de laatste dag en dat hij het dan nu eigenlijk zo goed doet. Ja, inderdaad. Die hebben de laatste twee wedstrijden wel, denk ik, verloren, dacht ik. Die hebben 0-6. Maar dat gezegd zijn, dat doen die geweldig seizoen. Hè. Ik denk ongeveer met dezelfde kern. Dan vorig jaar moeten eindronde spelen voor erin te blijven. En nu draaien ze goed mee. Een heel gretige ploeg, een moeilijke ploeg om tegen te voetballen. Een ploeg dat heel veel druk vooraan zet. Ook wel met risico, maar dat gezegd zijn... hun verdiensten, dus chapeau voor Kerbergen, klopt. Ja, en dit weekend dan Sparta-Haag. Jullie staan momenteel op 6 punten. Mits winst worden dat 3 punten. Ja, dan ligt de titelstrijd weer helemaal open. Wij bij JS zijn, kunnen dit jaar eigenlijk voor de verrassing zorgen. Wij kunnen de competitie een klein beetje nog een kanteling geven. Aangezien we nog heel veel ploegen krijgen. Zoals Moorsel krijgen we nog thuis ook. Kerbergen krijgen we ook nog thuis. Nee, sorry, naar Kerbergen. Maar nu is het, ja, Haag-Tildonk. Moeilijke wedstrijd, maar voor mij blijft het altijd hetzelfde. Een wedstrijd met 3 punten. Het zijn nog 10 wedstrijden, dus 30 punten. Volgens mij is Haag-Tildonk nog altijd de titelfavoriet. Als je ziet wat daar rondloopt. Bij mijn klein verleden bij Tildonk is een klein beetje wel gevoelig. Maar laten we eerlijk zeggen, een wedstrijd zoals een ander, 3 punten. Wij gaan voor de overwinning. Niet verliezen zou een goede zijn voor ons. Dan blijft het nog een klein beetje spannend. Winnen zou ideaal zijn. Is de competitie volledig terug open. Verliezen we. Ja, dan zijn het 9 punten. Dan zijn het nog 9 wedstrijden om het goed te maken. En als je in de glazen bol kijkt, wie speelt kampioen? Wordt het Haag of wordt het BAS? Geen flauw idee. Maar volgens mij heeft Haag de betere papieren, om eerlijk te zijn. Ik wens u alvast heel erg veel succes dit weekend. En dan zijn we benieuwd wat BHS ervan terecht zal brengen op het veld van Sparta.